come verder. Yo! Ja, ik ben bij het Ademuseum, zoals je ziet. We hebben hier altijd, we werken samen met Mondriaan. Die moet ook gekleed worden. Je ziet altijd, die lopen netjes in pak. Gastvrouwen, gastheren zijn in de opleiding. Vandaag is het, en dat is de hele week eigenlijk al, is het passen en meten vandaag. Wij laten even zien wat er allemaal gebeurt met die kleding. Kijk mee. Onwijs druk. Ja. Doen jullie elk jaar dit nou, kleding passen? Het eerste jaar dat we het hier bij ADO organiseren. Ja. Omdat het ROC Mondriaan wat we aankleden hebben ook connectie met ADO. En wij hebben ook een connectie met ADO. We hebben de jeugdtrainers aangekleed. En zodoende dachten we van nou, dat is een leuke link. En dan doen we het in deze mooie ruimte organiseren. Ja, ziet er goed uit allemaal. Ja. Ik hoorde mijn cameraman al zeggen van, nou zo'n jasje vind ik ook wel mooi. Ja, nou ik heb er één voor hem, dus we kunnen het even proberen. Oh, nou André, ja. Maat, zullen we het proberen? Ja, ja. Ja, het gaat niet. Nee, het is kwijt, maat. Nog even. Nog een kilo of 15 kwijt, dan past deze ook. Maar het is wel mooi, hè? Hebben ze ook, hè, met het, voor de spelers, trainers, staf, weet je wel. Mooi, hè? Maar voor mij is het nog te klein. Ik zou het wel op moeten pakken. Oh, ja. Krijg je dat best? Kijk eens. Ja, maat. Hey, en dit dan als nieuwe kledingsponsor? Ja, dit is wel een mooie. Als gegoten. Oude Chanel sponsor. Hier, kijk eens in de spiegel, maat. Hey, kik je het capuchon erop ook? Ja. Ja, ik vind hem echt. Ja, mooi hoffie. Ja. Mooi. Nou, weten we ook weer. Die jongens en meisjes van Mondriaan gaan er top uitzien. We zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Later!